Goedemorgen iedereen. Ja, ik ben hier met mijn koffietje en ik heb beloofd aan Simon om toch een video te maken over zijn toets, Fysica, zelfs als hij ondertussen dat al beter heeft begrepen. Uh, dat ging dus over krachten. Uh, ik heb hier ook mijn um, noteerbordje bij, dus ik ga proberen hier op die tekening een beetje te noteren. Ziezo, en dus uh, dat was al een beetje een raar begin, zei Simon ook, want dus de leerkracht heeft gevraagd. ...bestudeerde drie afbeeldingen... ...maar er zijn wel geen drie afbeeldingen. Dus ik denk dat dat een beetje een foutje was van de leerkracht, denk ik. In elk geval, ik zie hier dus één... Um, ...ik zie hier één uh, afbeelding. En wat was de vraag? Er werd dus gevraagd... ...vul de beschrijving van de kracht aan. Dus er stond... ...trekkracht door... Mm, mm, ...op... Mm, mm. ...nu... De tekening is niet heel duidelijk, maar je ziet dus hier zie je een man en hier zie je dus een kind op de slee. Zie je dat hier? Hè? Dat is een kind op de slee. Dus um, ja, we kunnen die man, Simon heeft die dan A genoemd. Ja, waarom niet? Hè? We kunnen die man A noemen. En uh, er is dus, hier is de hand van die man. En dus we kunnen zeggen inderdaad dat er hier, dit hier. Hè, we tekenen die vector hè, met een pijltje? Zo. Dit is dus een kracht. Uh, we kunnen dat noemen FT, hè, trekkracht, die is hier. Ik ga dadelijk nog even hiernaast tekenen. Want dan heb je natuurlijk ook die slee. Ja, die slee sleept over de grond. Hè, en er is dus inderdaad ook een wrijvingskracht. Hè. Stel nu dat dat iets is, een autootje op wieltjes op een hele. Gladde grond, ja, dan is die wrijvingskracht veel minder dan een slee, oké? Okay? Dus, um, hoe kan je dat nu tekenen? Inderdaad, Simon heeft dat hier hertekend. Hij heeft dus hier hein, een mannetje getekend, die, die, die man, misschien de papa. Hij heeft die A genoemd, hein, persoon A. Uh, dat kindje zit hier op een, we gaan nu wel, hein, die slee, oei, sorry. Die slee, Laten we zeggen dat die er zo uitziet, ja, niet zo simpel, oké. Okay. En dus, je moet dan wel heel duidelijk tekenen, Simon, van hier. Ah, sorry, dit was je slee. Sorry, dit hier. Ja, ik kan hier niet goed tekenen. Dit hier was je slee. Dus inderdaad, dit. Met een pijltje. Dit is de FT. Je kan die noemen FT. En je zet inderdaad altijd een pijltje boven de F. Goed. En uh, we hebben dat, die grote man A genoemd, dus ik zou zetten de trekkracht door A op de slee. Ja, hier, dat was dus correct, op de slee. Want jij het dus geschreven, Simon, uh, de trekkracht door een mens op een mens. Ja, dus een mens, spierkracht, ja, dat is ongeveer juist. Maar eigenlijk niet op een mens, maar op de slee. Die trekkracht gebeurt op de slee. Oké, okay, dus je tekent dan inderdaad, ik zou nu zeggen, hè, dat je eigenlijk, om dat nu duidelijk te maken, laat ons zeggen dat dit uh, het knooppunt is aan de slee. Dus ik zou zo zeggen, FT, om het duidelijk te maken, die vector, uh, die trekt naar daar, en dit is dus de, de wrijvingskracht. Waarom gaat die in die richting? Ja, die trekt tegen. Hè? Die trekt niet mee, maar die, ja, die blokkeert je een beetje in het uh, verder... Uh, in het verder gaan. Dus hier heb je FW. Dat is dus de wrijvingskracht. Ik zou dat zo tekenen. En dan denk ik dat dat correct was. Want er stond dus: um, vul de beschrijving aan, hebben we dus gedaan. Trekkracht door A op de slee. En teken en benoemde kracht, hebben we dus ook gedaan. Oké, okay? maar je had dat dus wel op deze tekening moeten doen. Ik denk dat dat duidelijk is, Simon. Oké, okay, dan vraag 2. Vergelijk de eigenschappen van de zwaartekracht met die van het gewicht van een persoon in rust. Dus iemand die niet beweegt. Nu, wat is de zwaartekracht? Je hebt die formule gezien, dus de zwaartekracht F is gelijk aan de massa van een persoon maal ja, G. Ja, en dus die G, de aantrekkingskracht, hangt er wel vanaf. Dus die g hangt af van de planeet waarop je bent, dat weet je. Uh, op Aarde is dat ongeveer 9,8. Maar als je dus op Mars bent of op een andere planeet, is dat dus een andere aantrekkingskracht. Nu, het gewicht: uh, dat is dus weer het gewicht is eigenlijk de kracht uh, dat een lichaam op een steunvlak, dus bijvoorbeeld op de Aarde, uitoefent. En dat is dus eigenlijk ook jouw massa, maal. Ja, die aantrekkingskracht, hè, want dus die kracht die jij uitoefent op een steunvlak, vlak, ja, die hangt dus af, inderdaad, van de planeet waarop je staat. Dus die zijn eigenlijk zijn die gelijk. En als je dus een persoon hebt die in rust staat, ja, dan zijn die dus eigenlijk gelijk. Dus je moet dan schrijven, de zwaartekracht, uh, ja, je hebt gezegd, die blijft altijd. Um, het is eigenlijk zo dat zwaartekracht en gewicht zijn gelijk voor een persoon in rust. En je kan er dan eigenlijk bij schrijven, hè, omdat dus die ze, ze, uh, ze, ze moet ik dat zeggen, ze oefenen dezelfde kracht uit op dat steunvlak, de aarde. Nu even nadenken, en dat gaat dus ook uh, te maken hebben met jouw volgende vraag, uh, Simon. Stel dat je nu, je bent toch wel op aarde, maar je zit in een lift. En die lift, die, ja, die gaat dus woep, naar beneden. Je voelt dan, ineens heb je zo, krijg je zo precies zo een schok en, 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 en je voelt dat je een beetje minder gewicht hebt. Stel nu dat die lift even snel naar beneden zou gaan als de aantrekkingskracht van de aarde. Ja, dan ben je eigenlijk, gedurende de tijd dat je in de lift zit, gewichtsloos. Je hangt dan eigenlijk. Je, je, je oefent dan eigenlijk geen druk uit. Oké? Okay? En, en je hebt dat eigenlijk toch wel goed uitgedrukt, want uh, de vraag is dus, uh, kun je gewichtloos zijn op aarde? En dan ben je dus niet, je staat dan niet in, in, in rust. Hè? Um, je, bijvoorbeeld, je hangt even, als je springt, je hangt even in de lucht. En dus wat heb je gezegd? Kun je, kun je gewichtloos zijn? Ja, wanneer iets of iemand niet op een steunpunt staat. He? Dus stel dat dus zelfs die lift sneller naar beneden gaat dan de aardentrekkingskracht, dan vlieg je even, dan ben je even niet op dat steunvlak. En dan is de persoon gewichtloos, omdat zijn gewicht op niets wordt, um, wordt Uitge uitgevoerd. Ik zou nog eerder zeggen, uitgeoefend is nog beter. He? Gewicht wordt uitgeoefend. Okay? Ik hoop dat je dat idee hebt begrepen, maar dus als ze stilstaat, ja, dan is de zwaartekracht en jouw gewicht zijn dan gelijk. Oké, okay, we gaan naar het volgende blad, Simon. Uh, Ziezo, Simon, hier zitten we dus aan de volgende vraag. En wat was dat? Op de planeet Mars wordt een persoon um, 80.000 gram aangetrokken met een kracht van 300 newton. Dus we weten al, de kracht is 300 newton. Dat had dat trouwens correct gedaan, hè, maar ik schrijf het toch even erbij hier. Um, ja, als je iets hebt in kilo, ja, dan weet je dat dat een massa is. Uh, in de fysica, je krijgt iets in kilo, dan, heb, dan is dat m, dat is de massa. Uh, je krijgt dat hier in gram, dus om kilo's te hebben, delen door 1000, dat is 80 kilo. Ja, je kan dat ongeveer, moet wel even nadenken, hè. stel dat dat nu 800 kilo is, dat kan niet. Hè. Er, er zijn geen mensen van 800 kilo. Dus uh, 8, 80 kilo kan helemaal. Oké, okay, wat vragen ze nu? Bereken de zwaarteveldsterkte, dus dat is de g, van de planeet Mars. Dus moeten g op Mars, ik schrijf hier een M, ja, die moeten we berekenen. Goed? Dus wat is onze formule? Je hebt dat goed gedaan. Dus gevraagd, je hebt dat gezegd, gevraagd wordt de g op, ik zou zeggen op Mars. En dan heb je dus gevraagd en dan de oplossing. Je hebt heel goed je formule geschreven. Dus ik zou dan ook, zoals je hebt gedaan. De zwaartekracht is m maal g. Jij hebt eerst je formule omgevormd en g eruit geïsoleerd. Dat kan. Als je dat niet wil doen, kan je ook gewoon alles invullen. Dus onze kracht die we hebben is 300. Onze massa die we hebben is 80. Maal g. Wat ga ik nu doen? Ja, die 80 die gaat langs de andere kant onderaan. Dus ik ga dan 300 gedeeld door 80 hebben. En dan heb ik dus de g op, ja, wel op Mars. Hè? En 80, uh, sorry, 300 gedeeld door 80, je hebt dat heel goed berekend. En dus de g op de planeet Mars is 3,75. Ja, dan moet je er wel de eenheid bij zetten, dat is Newton per kilo. Oké? Okay? Want je had dus, voilà, je had hier Newton kilo. Maar als je dus zoals Simon eerst je formule wil omvormen, dan geen probleem. Dit is echt wel een formule die je echt goed moet kennen. Oké? Okay? En dit is dus uh, het antwoord op vraag A. Uh, dat is dus berekende zwaartekrachtsterkte. Uh, ja? En dan hebben we de B. Wat is de massa van deze persoon op aarde? En dat was eigenlijk een beetje een strikvraag, Simon, want je hebt hier een berekening gemaakt. Maar pas op, de massa die blijft altijd overal hetzelfde. Hè? Waar je ook bent, ben je nu op Mars, ben je op Venus, ben je gelijk waar, die blijft hetzelfde. Het is de gede aantrekkingskracht die verandert van planeet tot planeet. Dus wat had je bij B moeten schrijven? De massa blijft constant, dus 80 kilo, zoals je hier had gedaan. Ik denk dat dat de sleutel was van je leerkracht. Oké, okay, dan hebben we nog een laatste blad. Uh, Ziezo, dat is dus oefening 5. We hebben dus drie roeiers die stroomopwaarts, die, die roeien stroomopwaarts. Dat wil zeggen tegen de stroming. Hè? Dus dat wil dan zeggen dat de kracht van het water hun gaat tegenhouden. Ze oefenen met Elke roeispaan een kracht van 80 newton uit. Het water oefent een kracht van 380 newton uit op de boot. Teken en benoem in het massapunt, ik zou zeggen het massamiddelpunt, maar bon, het massapunt, deze drie dingen. Dus je moet daar krachten op tekenen. Nu, ik vind dat de tekening helemaal niet duidelijk is. Voor mij lijkt het, ik ga dat even hertekenen. Dus voor mij lijkt het dat dit het, uh, het bootje is. Um, ja, dat die roeiertjes. Ja, dus dat dit. Je hebt drie roeispanen hier. En je hebt er hier drie. En voor mij lijkt het dat die dus in deze richting, hè, hier naar beneden, varen. Dus we gaan eerst het massamiddelpunt. Ja, dat wordt meestal hier getekend. Ja, dat hangt van andere parameters af. Maar ik denk dat jullie dat gewoon in het midden moeten tekenen. En dus, uh, wat moet je nu tekenen? Wel, je moet de resulterende kracht van de roeispanen tekenen. Nu, de resulterende kracht. Hoeveel roeispanen zijn er? Maar drie aan de ene kant, drie aan de andere kant. Dus dat wil zeggen, er zijn zes roeispanen. En elke roeispaan heeft een kracht van 80 newton. Dus dat wil zeggen dat die roeispanen, waar zijn ze hier? Die roeispanen die hebben een totale kracht van 6 x 8, 48, 480 newton. Heb je dat gezien? Zes roeispanen aan een kracht van 80 newton. Dus elke roeispaan heeft een kracht van 80 newton. Dus ze gaan vooruit, hè, door het feit dat ze roeien, gaan ze vooruit natuurlijk. Hè, als je roeit, dan je dat je vooruit gaat. Dus deze kracht in die richting, die is 480 newton. Oké? Okay. Dan moet je ook de kracht van het water tekenen. En het, de kracht van het water, dus het water oefent de kracht van 380 newton uit op de boot. Dat wil zeggen, die kracht, ja, in welke richting gaat die duwen? Ja, die gaat je eruit proberen te duwen, die gaat je tegenhouden. Als je nu niet stroomopwaarts bent, als je stroomafwaarts bent, ja, dan duwt het water je mee. Dan is die pijl wel in dezelfde richting als de kracht van het roeien. Maar hier, stroomopwaarts, dat wil zeggen, dat water gaat tegenvechten. Dus die kracht gaat vanaf het massamiddelpunt in die richting duwen. En hoeveel, hoe groot is die kracht? Die is 380 Newton. Oké? Okay? En dan, wat moet je dan ook tekenen? Dat is dus de resulterende kracht. Nu zie je dat. Er is 480 kracht naar voren. 380 newton naar achteren. Ja, wat is dan uiteindelijk alles wat dan toch nog naar voren is? Maar het verschil tussen die twee. Het verschil tussen die twee, dus 480 kracht naar voren, maar ik word toch teruggetrokken door 380 newton. Ja, dan heb ik toch nog een totaal van 100 newton die me naar voren duwt. Dus ik zou dan zeggen, voilà, ik weet niet juist hoe groot dat je dan moet tekenen, maar je kan bijvoorbeeld zeggen, dit is de resulterende kracht, hè, R is gelijk aan 100 newton. Heb je dat begrip ik hoop dat dat duidelijk is hier, die R. Dus één kracht die tegenduwt, één kracht die naar voren duwt, en dan de resulterende kracht, ja, dat is die 100 newton het verschil tussen de twee. Oké? Okay? En dan Simon, die oefening 6 had je niet ingevuld. Ik hoop dat je dat nu toch wel weet. Want dat was toch eigenlijk wel een beetje, uh, een beetje uh, stom, want we hadden dat denk ik samen gedaan. Dat is dus teken van elke situatie de resulterende kracht. En hoe, wat is een manier om een resulterende kracht te tekenen? Dat is dus de parallelogrammethode. Hè? Dus je tekent parallel met F1 teken je een lijn. Ik kan dan nu niet echt, maar dat moet dus wel parallel zijn. Je tekent ook parallel met F2, teken je een lijn. Oh, 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 sorry, zo, hè, ongeveer, maar parallel dus met F2. En dan, ja, jouw resulterende kracht is dus deze. Hè. Dat is dus de R, dat is de resulterende kracht. Hè. Ah, sorry, ik had hier geen pijltje boven die R gezet, moet je wel doen. Krachten hebben altijd een pijltje bovenaan, oké? Okay. Dus dit is R, de resulterende kracht. Deze pijl, je zet hier ook een pijltje aan, zo, oké? Okay. Nu, hier deze, moet je ook de resulterende kracht. Dus uh, wat ga je doen? Ja, je gaat altijd de kleinste van de grootste aftrekken. Dus je hebt een grote kracht naar daar en een kleine kracht die tegentrekt. Dus we gaan die tegentrekkende kracht, zoals we met ons uh, roeibootje hebben gedaan, ja, we gaan die daar aftrekken. Dus als we die nu deze F1 tekenen aan de andere kant, hè, dan wat gaat er dan overblijven? Mijn resulterende kracht ja, gaat dus. Dit stuk zijn, hè? snap je dat? Dat gaat dus mijn R zijn. En hoe ga ik dat tekenen? Hier is het, ik zeggen, het aangrijpingspunt. En dus dit is mijn resulterende kaart. Dit stuk. Ik hoop dat je het begrepen hebt, Simon. Anders vraag je het mij maar. Uh, ik denk dat jij woensdag, uh, woensdag wetenschappen hebt. Als iemand anders een vraag heeft, ja, dan beantwoord ik die graag. Tot straks misschien.